We hebben deze woning hebben wij in één dag geplaatst. Eén dag? Ja, in één dag. En daar hebben de woningcorporaties wel oren naar. Er is een erg grote behoefte in Nederland en ook hier in deze regio Arnhem en Nijmegen. Aan nieuwe woningen die snel gebouwd kunnen worden. De huidige coalitie hier in de gemeente Nijmegen heeft weer extra woningen gevraagd, onder andere aan de corporaties. Nou, dat zou natuurlijk een prachtig antwoord kunnen zijn om te zeggen, oké, volgende week kunnen we ze hebben. Dat kan zo snel omdat onder meer de badkamer en de keuken al prefab gemaakt zijn. De woning hoeft op locatie alleen nog maar in elkaar gezet te worden. Met een prijs van nog geen 100.000 euro komt die ook binnen bereik van starters. En daarmee is het wellicht een oplossing voor de leegloop op het platteland. Als de jongeren vertrekken uit de dorpen, dan zien ze ook niet meer terug. En daar is voor de dorpen is dat een groot probleem. En deze kun je dus als berging gebruiken? Ja. Ja, maar ik denk dat heel veel bewoners het fijn vinden als ze hier gewoon hun koffers en rommel een beetje kwijt kunnen. Nou, het is wel fijn hoor, denk ik zo. Volgens Klokbouw speelt de woning in op een toenemende trend. De trend is dat er heel veel eenpersoonshuishoudens zijn. En in de toekomst zijn er nog veel meer eenpersoonshuishoudens. En daar moet een woning voor ontwikkeld worden. Naar verwachting worden de eerste woningen nog dit jaar opgeleverd. Al is er nog wel tijd nodig voor de vereiste vergunningen. Nou ja, dat duurt vaak het langst in Nederland, hè, vergunningen. Ja, maar wij verwachten wel dat we met dit type woning en ook het probleem waar we voor een gemeente op kunnen lossen, dat we die medewerking krijgen.